vandaag in de studio Anita, vroeger Heilker, tegenwoordig Blanker, hè? Ja, dus je mag het nou ook samenvoegen. Ik mag Blanker Heilker zeggen mag, eigenlijk, ja. Hè? Ja, oké. Hey, vertel even, want je bent als eerste uit de Dolly Dots. Wanneer zijn die Dolly Dots nou begonnen? Dat is lang geleden al, hè, volgens mij. Ja, heel lang geleden, ja. Dat is 78. 20 jaar geleden. Ja. Het is heel erg, maar waar? Heel erg? Ja, nou, ja, ja. Ja, 20 jaar, dat vind ik toch wel heel... Je was toen? Ik was 18. En je mocht wel optreden ook, of niet? Was dat geen probleem? Want jullie waren, niet, waren maar 1,17 geloof ik, hè? Het was 1,17, maar... Was dat Esther? Nee, dat was Patty. Oh, dat was Patty. Patty was 17. Ja. Maar het werd allemaal druk besproken met ouders en managers. Maar er kon ons echt niks overkomen hoor, dus dat zat wel goed. Jullie zaten allemaal, de managers zeiden, nee, ze zijn bij ons in goede handen. Ja. En was dat ook zo? Ja, dat was echt zo. Ja, wie waren de managers? Op dat moment was één manager hadden we, ja. Kees van Leeuwen. En nu vandaag en ook de hele week al een beetje die pers erbij, hè? Ja, 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 dat is wel weer wennen hoor. Ja. Ja, jullie zijn niks anders gewend, hè? Jaren geleden. Ja, jaren geleden, precies. En met mijn werk zit ik nu op de andere kant op de stoel, dus het is wel weer wennen. Gaat wel weer leuk, zeker met succes. Gaat dat, Pet? Hoe moet samen toch wat gaan? We hadden het gehad. Het is toch op een gegeven moment een imago en we hadden een film gemaakt, een televisieserie. We hadden 12 cd's, we hadden 26 hits. En het is in Nederland wel zo dat iedereen er toch vanuit gaat van nou, dit zal wel het einde zijn. En als je dat gewoon 9 jaar lang probeert tegen te spreken, dan ben je wel blij als je op een gegeven moment kan zeggen, jongens, het is het einde. Ja. We waren gewoon, als we nog iets anders wilden doen met ons leven, moesten we toen stoppen. Patty was een dot en ik zeg altijd maar eens een dot, altijd een dot. Patty, wat doe je tegenwoordig? Ik doe styling, dus ik ben stylist. En wat houdt dat in? Want... Dat houdt in kleding voor bladen en artiesten, televisie, dat soort. Die mensen kleed je aan zodat ze op hun voordeligst tot hun recht bedoeling, komen. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En noem eens één iemand die onder, of is dat geheim, die onder jouw handen valt? Total Touch, soms. Echt waar? Soms, hè? Ja. Je wordt geboekt en de volgende keer is er weer iemand anders. Dus. Maar die doe ik wel, vrij vaak.